Kinderopvang De Hooiberg in Wassingeroren. Het buitenleven voor uw kind. Kijk op hooiberg.nl met IJ en GH. En volg ons op Facebook. We gaan vandaag de eerste aansluiting in Oudesluis nou, min of meer bevestigen met een leuke attentie vanuit Kabeltex en BMZ Schagen. Snel internet willen we allemaal en in Oudesluis hebben ze het. Vrijdagmorgen is de eerste aansluiting van Kabeltex opgeleverd bij mevrouw Tini Tijmers. Heerlijk, heerlijk, ja. Dat komt... Kom maar even. Mijn schoonzoon die heeft me hier... Warm voor gekregen. Ja. Zodoende heb ik me ook aangemeld, laat ik het zo zeggen. Want die woont zelf op het buitengebied en die had helemaal niks. Dus ja, toen kwamen de kleinkinderen bij oma naar wifi kijken en weet ik wat aansluiten. Dus nou ja, toen moest oma het ook hebben. Dus nu heeft oma razendsnel internet in huis. Heeft u er al plezier van? Ja, maar het is nog niet helemaal rond. Maar ja, het is wel mooi. Ja. Je moet eerst kijken van hoe het allemaal zit met alle kabels. Dus je maakt van tevoren maak een heel plan. En dan kijken waar ga je graven. Dan ga ik bij de mensen langs van tevoren. Hoe zit het bij u in huis? Hoe zit de huisaansluiting? Hoe zit het met de kabels? Wat heeft u voor abonnement? Wat wilt u? Hoeveel mensen zitten er in huis? Wat wilt u hebben met uw snelheid? En dat ga je dan aanpassen. En als mensen dan wat hebben of zijn niet tevreden, kunnen ze me altijd nog bellen. Of ze bellen met de helpdesk of de administratie op Texel. Wanneer is het in Oudesluis helemaal af? Dat hangt een beetje af van de weersomstandigheden, want we waren begonnen in Cijpereiland. Maar daar zijn we helemaal eruit geregend, om het zo maar te zeggen. Het grondwater staat heel hoog. Toen zijn we begonnen in de kern. Nu zouden we weer teruggaan naar de andere kant van het zand, bij de Rijksweg. Maar nu heb ik begrepen dat vanwege de vakantiehuisjes, dat we toch maar weer moeten kijken of we verder kunnen gaan bij Cijpereiland. Voordat zometeen de Paas en de Pinkster komt. Dus dat, wat zal het zijn? Ik denk dat we voor Paas alles wel een beetje rond moeten hebben. Nadat we het zand hebben gedaan, is nu ook Oudesluis straks voorzien van supersnel internet. Een klein dorp, hè, Oudesluis, nog geen, nog niet eens 1000 zielen. Het zijn er 90, die zijn om een bestand van 200, dus dat is best veel. En niet alleen de kleine kernen en het buitengebied. In de Stadsschagen loopt ook een project met KPN. Daar speel je ook een rol in volgens mij. Jazeker, dat is natuurlijk onze business ook. Hè. We leven van de abonnementen, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat is ook een logisch gevolg. En ook daar maken we sterk voor dit supersnelle medium. Kun je nog eens uitleggen wat nou de grote voordelen zijn van glasvezel ten opzichte van de oude technieken, het koper en het coax? Nou, het grootste voordeel is dat natuurlijk feitelijk de datastroom oneindig is. Dat er via glasvezel veel meer aanbieders worden aangeboden aan uiteindelijk de afnemers. Die daar natuurlijk weer een voordeel mee hebben. Want er is concurrentie en concurrentie zorgt voor een goede prijs. Daarnaast is glasvezel zeer stabiel. De upload en de download, dus het ophalen van informatie en het wegsturen van informatie gaat net zo snel. Dat is natuurlijk een groot voordeel. En ja, het is een eerste levensbehoefte geworden, althans één van de eerste levensbehoeftes. Televisie is inherent, dat is niet belangrijk meer. Het gaat om data. We kijken ook geen tv meer, we kijken internet. Vandaag de dag kijkt 45% online streaming naar informatie, of dat nou een film is of andere informatie, dat maakt niet zoveel meer uit. Dus dat is vreselijk belangrijk om een goede infrastructuur te hebben. En nou, zoals we nu ook in Oudesluis staan, is dat best wel bijzonder dat zo'n klein dorp er dan toch feitelijk al van die diensten gebruik kan maken.